Dames en heren, hartelijk welkom op deze bijzondere avond, deze vergadering van de Raad van Ommen. Het is 18 december 2017, het is iets over 19:30. We zijn nog behoorlijk netjes op tijd begonnen, ook ondanks de overweldigende hoeveelheid aanwezigen. Die aanwezigen heb ik welkom geheten. Ik heet ook in het bijzonder welkom onze loco-commissaris van de Koning in Overijssel, de heer Eddy van Heijem. En ook de plaatsen van het kabinetschef Kim Hering. En uiteraard nog veel meer in het bijzonder, de familie Vrome. Te weten de heer Hans Vrome, zijn vrouw Regien, daar in het midden. En hun zoons Stijn en Wart. Ieder welkom. Uiteraard ook de bevolking voor wie we dit allemaal doen vanavond. Dat moeten we heel goed beseffen. Als we het programma, zo wil ik dat maar noemen, geen agenda vanavond, maar het programma van deze vergadering, en dat is niet een extra vergadering, het is zelfs niet een bijzondere vergadering, het is gewoon een buitengewone vergadering. En we gaan ook buitengewone dingen doen, de installatie van Hans Vrome vanavond. Als ik het programma bekijk, dan lijkt dit wel een avond van de plaatsvervangers, van de waarnemers en van de loco's. Maar het punt vanavond is natuurlijk de installatie van burgemeester Hans Vrome. Of van Hans Vrome tot burgemeester, zo zou je het misschien ook mogen noemen. Kijken wij naar het programma dan, zal nadat ik ben uitgesproken, wees gerust, dat is zo gebeurd, zal het koninklijk besluit worden voorgelezen door onze griffier René Denkink. Daarna zal de lokale commissaris Eddy van Heijem zal een toespraak houden. Daarna vindt de beëdiging plaats en dan de verschillende toespraken. En ik wil er aandacht voor vragen dat die toespraken allemaal een eigen lengte hebben, behalve de toespraak van de waarnemend raadsvoorzitter, want daarbij staat in het programma een korte toespraak en dat staat niet bij de overige. Maar dat alles zal ertoe leiden, hopen wij, dat in de buurt van 20:30 deze bijzondere plechtigheid een eind heeft. En dan kunnen wij overgaan tot het volgende feestelijke moment, ofwel de receptie. Mag ik dan nu het woord geven aan onze griffier René Denkink? Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, het staat niet in de gemeentewet, maar het is toch altijd leuk om als griffier dit soort dingen te doen. Dus vandaar. Ik lees hier voor het koninklijk besluit. Dat begint als volgt. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, 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 drie keer, besluit 14 november 2017, houdende benoeming van één burgemeester in Ommen. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 november 2017, directoraat-generaal Bestuur en Wonen, directie Democratie en Burgerschap, afdeling Politieke Ambtsdragers, dus er zijn veel mensen bij betrokken geweest, ambtelijk, zelfs wonen, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, hebben goed gevonden en verstaan met ingang van 18 december 2017 te benoemen tot burgemeester der gemeente Ommen, de heer meester Dr. Anders J. M. Vromen, MMC, en voor de goede orde, MMC staat voor Management Consultancy, te Bodegraven. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Getekend in Wassenaar, dus dat heeft hij thuis gedaan. Wie weet aan de keukentafel, maar goed. Wel interessant, thuis gewoon 14 november 2017, ondertekend door koning Willem-Alexander. En ook nog, dat hoort ook bij de handtekening van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Ollongren. Ik neem toch even de vrijheid om nog een paar zinnen iets aan toe te voegen namens de Griffie. Wij zien namelijk uit naar een intensieve en inspirerende samenwerking met de raadsvoorzitter en burgemeester Hans Vrome. Onze verwachtingen zijn hoog. We gaan samen veel doen en veel meemaken in Ommen en in deze regio. Never a dull moment. Ik dank u wel. Ook de griffier heeft verrassende momenten, merk ik. Dan als tweede wil ik graag vragen of
de heer Eddy van Heijem zijn toespraak wil houden. Gaat uw gang. Ja, dankjewel. Dit werkt net als in het provinciehuis. Dat schept alweer wat duidelijkheid. Dank u wel, waarnemend voorzitter. Het is de tijd van de waarnemers, zei u net terecht. Nou, dat geldt voor mij ook. Het is echt de laatste avond dat ik dit hier mag doen als eerste local commissaris. Want morgen begint bij ons de nieuwe waarnemend commissaris Boelestaal. Maar ik ben vereerd, en dat meen ik echt, dat ik dit hier vandaag mag doen. En ik zie ook uit, zeg ik vast, naar een goede samenwerking in de komende jaren. Geachte gemeenteraad, geachte college, geachte burgemeester Vromen, beste Hans, beste Regien, mevrouw Vromen, en Stijn en Wart. We hebben elkaar nog niet de hand kunnen schudden, maar dat gaan we zo dadelijk goed maken. Maar ontzettend leuk dat jullie erbij kunnen zijn vandaag. Welkom in Ommen en welkom in Overijssel. En welkom bij deze openbare beëdiging in deze raadzaal in het hart van de lokale democratie. Ik neem aan dat het voor jullie best een overstap zal zijn van Bodegraven naar Ommen. Hoewel, zo groot is die stap misschien nou ook weer niet. Van de Reeuwijkse plassen naar de Overijsselse Vecht. Van het Groene Hart naar de Argemer en Lemelerberg. Van de gemeente waar vroeger de André Lon shampoo werd geproduceerd, heb ik me laten vertellen. Naar de gemeente waar de shampooflessen worden bedrukt voor de wereldmarkt door het bedrijf Tenax. Ik had al beloofd dat ik het werkbezoek wat ik met Ilona en Theo heb gebracht hier zou memoreren net. Nou, dat heb ik hierbij dan toch maar even gedaan. Maar ik was oprecht zeer onder de indruk van dat bedrijf. Dus ga daar zeker een keer kijken. En van de Veldhuizen naar de Heileuverkaas. En campings heb je ook in Bodegraven. Maar niet zoveel ANWB-toppers als hier. In de verste verte niet, denk ik zelfs. Maar kortom, grote kans dat jullie hier snel thuis gaan voelen. En mocht dat toch even duren, maak je niet ongerust, want Ommerschans is een van de 5 koloniën van weldadigheid. En we hebben hier dus enige ervaring met het bieden van een nieuwe toekomst aan mensen uit meer stedelijke gebieden. Maar zonder gekheid. Ommen en Hans Vromen, het voelt als een hele goede match. Want jij bent verkozen in een procedure waarvoor 42 kandidaten zich hebben gemeld. En dat is het hoogste aantal kandidaten ooit. En ik zeg trouwens wel bewust verkozen richting de politici die maar lukraak roepen dat zo'n burgemeestersbenoeming een kartelkwestie is. Hoewel, ik heb net gehoord, je kunt er politicus van het jaar mee worden met zo'n opmerking. Maar het is verkozen, niet gekozen, maar de gemeenteraad ziet op voordracht van de vertrouwenscommissie in jou de geschikte kandidaat voor de gemeente Ommen. En in de profielschets vroeg de gemeenteraad om een daadkrachtige, besluitvaardige, doelgerichte, no-nonsense bestuurder die ook nog een bruggenbouwer is. En dat betekent dus dat uw verwachtingen hoog gespannen zijn. Het vertrouwen is groot en vandaag gaat het dan eindelijk beginnen. Een hele verantwoordelijke taak met hopelijk heel veel mooie en feestelijke momenten. Momenten waarop je er als burgemeester kunt zijn voor de inwoners, voor maatschappelijke organisaties, voor ondernemers. Maar er zullen ongetwijfeld ook momenten zijn dat je er moet staan. Dat er naar je gekeken wordt, dat je stelling moet nemen, moet optreden. En het is die combinatie die jou ook in het ambt van burgemeester aantrekt. Beste Hans, je komt dan weliswaar uit Bodegraven, maar Overijssel is voor jou niet nieuw. Want sinds 2015 ben je verbonden aan onze rechtbank. En je hebt je onder meer ingezet voor het behoud van Almelo als een volwaardige rechtbanklocatie. En met succes, weten we inmiddels. En in het strijdtoneel van de Raad voor de Rechtspraak tot Politiek Den Haag bleef jij kalm en doelgericht je werk doen. Het is belangrijk dat rechtspraak dicht bij de burger blijft, heb je in de krant gezegd, de Tubantia. En de inwoners van Ommen kunnen daar het vertrouwen aan ontlenen dat jij staat voor een bestuur dicht bij burgers. En dat jij ook in de dynamiek, ik moet het toch een keer gezegd hebben, rond de hexit, zoals de krant het noemt, dat je die dynamiek aan kunt. En in de sollicitatiebrief verwees je naar het Vechtpodium. Het Vechtpodium, de plek die de rivier met het stadscentrum verbindt en met de streekcultuur. En je beschouwt dat podium, zo schreef je, als een inspirerende plek waar ontmoetingen en nieuwe verbindingen tot stand kunnen komen. Vanuit eigen kracht op zoek naar verbindingen. Dat typeert jou, denk ik. En het is denk ik ook wat de gemeente nu zeker nodig heeft. Je bent ook iemand met een hele brede maatschappelijke ervaring. Waarbij in je cv mij één ding opviel. Namelijk, je blijkt ook een ervaren quizmaster te zijn. Dat klopt toch, hè? Ja, bij de
Lions, geloof ik, de jaarlijkse kennisquiz. Of zit ik er nu heel ver naast? Oké, nou, dat staat bij je activiteit in elk geval. Hoe zwaar dat in de sollicitatie heeft meegewogen, weet ik niet. Maar het komt vast eens een keer van pas bij de Ommer Bissing of zo, ik weet het niet. Geachte aanwezigen, de commissaris van de Koning is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het proces van de benoeming van de burgemeester. En ik kan bevestigen, het is een ordentelijk en zuiver proces geweest. En de benoeming van Binnenlandse Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken heeft het koninklijk besluit voor benoeming voorbereid. En dat is ook bekrachtigd door koning Willem-Alexander. We hebben dat zojuist gehoord. En daarom vraag ik jou om voor mij plaats te nemen en zo dadelijk de eed af te leggen. Ik kom daar zo dadelijk bij staan. En de kabinetschef zal dan de eed voorlezen. En ik vraag jou deze te beantwoorden met zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dus laten wij nu naar voren. Ik verzoek de aanwezigen te gaan staan bij deze plechtigheid. Oh, daar gaan we. Hans Vrome, u bent bij koninklijk besluit van 14 november 2017 met ingang van 18 december 2017 benoemd tot burgemeester van de gemeente Ommen. Door na mij te bevestigen met de woorden: zo waarlijk helpen mij, God almachtig, legt u in handen van de lokale commissaris van de Koning de volgende ambtseed af. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Burgemeester. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. U mag weer gaan zitten. Dan zullen nu de nodige documenten worden ondertekend. Dan zijn wij nu toegekomen aan de speech, de toespraak van de lokale burgemeester Koos Schelen. Gaat uw gang. En de heer Schelen zal aansluitend ambtsketen overhandigen en boeken over de geschiedenis van Ommen. Heb je het karretje bij je? Aan deze dames kun je alles overlaten. Dat komt helemaal goed. Goedenavond, dames en heren. Geachte loco, commissaris van de Koning. Natuurlijk een bijzonder welkom aan Hans Vrome, ja, echtgenote Regien Visser en jullie beide zonen, Stijn en Wart. We hebben al kennis gemaakt en ook dat voelde als een warm bad. Namens de 17.600 inwoners van harte welkom in de veelzijdige en unieke gemeente Ommen. Dames en heren, Ommen kende een aantal zware jaren, ook met veel bestuurlijke wisselingen. Je zou haast zeggen, zet daar een deskundig persoon uit de rechterlijke macht op. Hans, jij maakt de stap van de rechtbank Overijssel naar de gemeentebestuur van Ommen. Maar je rechtelijke ervaring is niet de reden voor je benoeming. We denken dat je om heel andere redenen de burgemeester voor de komende jaren bent. Wat ons betreft minstens 6 jaren. Dames en heren, wij leven in de adventstijd. De voorbereiding voor kerst. Dat is het feest van het licht. Van blijde verwachting. Hans, wat dat betreft kom je op een prachtig moment. Ommen kent weer een mooi opgaande lijn. Inhoudelijk, financieel en bestuurlijk. Ommen is het bruisende hart van het Vechtdal. Volgend jaar vieren we dat exact 770 jaar geleden
Ommen de stadsrechten kreeg van bisschop Otto III van Utrecht. Je hebt met de kanon van Ommen al iets meegekregen van de rijke historie van onze Hanzestad. En in 2018 hopen we met de Ommerschans zelfs deel uit te maken van het werelderfgoed van de UNESCO. De loco-commissaris zei het al. Het is overigens geen strafkamp, maar een onvrije kolonie. Ik geef straks graag Hans nog een paar mooie boeken mee. Het is al gezegd over onze mooie historie. En we zullen aan je rug denken. We zullen het beperken tot 3. Dames en heren, Ommen is een sterk merk. Met volop natuurkracht. Met innovatieve, creatieve ondernemers die ook buiten de regio en zelfs soms buiten de landsgrenzen bekend zijn. Met een sterk verenigingsleven, een cultuurrijk aanbod en met zomers tienduizenden toeristen en dagjesmensen die ontspannen in onze fraaie gemeente recreëren. Recreatie en toerisme is dan ook een belangrijke banenmotor voor onze gemeente. In de gemeente vind je maar liefst een aantal 5-sterrencampings. Ja, ik denk dat dat algemeen geldt voor Ommen. Wij gaan voor kwaliteit. En dat kunnen we ook doen. Met een sluitende begroting, met financieel perspectief. Dames en heren, mensen maken deze gemeente bijzonder. Wat onze gemeente kenmerkt is de enorme inzet van vele vrijwilligers die actief zijn in sport, muziek en culturele verenigingen en stichtingen. Deze mensen zijn onmisbaar in onze samenleving. Nabeschap heeft in onze gemeente nog echt betekenis. En dat is tekenend voor Ommen. Gastvrij en openstaan voor iedereen. En dat geldt niet alleen voor Ommen. Ook de buurtschappen en kernen van Ommen hebben zo een unieke gezicht, karakter en geschiedenis. Of nou Arghem, Arjen, Beersen, Beersenveld, Westmen, Dalmsholte, Eerde, Emsland, Gietmen, Hogegraven, Junne, Lemelen, Nieuwebrug, Ommekanaal, Ommerschans, Ommerveld, Stegeren, Stegenveld, Varssen, Vilsteren, Vinkenbuurt, Witharen of Zeese betreft. Dames en heren, Ommen is groot. Maar in ieder geval, het zijn dorpen en buurtschappen met unieke kwaliteiten waar mensen zich verantwoordelijk weten voor hun buren en hun leefomgeving. Dat hoort bij het DNA van onze gemeente. Hans, daar ga jij de komende tijd zeker kennis mee maken. Bestuurlijk staan we ook voor een nieuwe tijd. De lokale democratie vraagt om vernieuwing. Om een gemeentebestuur die inspeelt op wensen en initiatieven uit de samenleving. En die hebben we. Zoals ook al wel blijkt bij het Ommenpodium en de beursvloer van Ommen. Meer dan ooit maken we verbinding met de kracht van de samenleving. De gemeente als verbinder en bruggenbouwer in de samenleving. Mensgericht verbinden en daadkrachtig waar nodig. Dames en heren, dat zijn de kwaliteiten van onze nieuwe burgemeester Hans Vromen. Dat vraagt ook om een andere inzet en nieuwe kwaliteiten van de ambtelijke organisatie, de bestuursdienst. Nu staat dat ook op een andere wijze op de agenda. Je weet dat we in de kersttijd de wijze uit het oosten mogen verwachten. Daarover is sinds kort enige twijfel gerezen. Wij wachten nu met belangstelling alsnog wijsheid af. Overigens wachten we niet alleen. We kijken ook naar het westen, het zuiden en het noorden. Want dat past bij onze ondernemende en veelzijdige gemeente. Hans, je hebt beleids- en managementfuncties vervuld bij de rechterlijke macht en bij de ministeries van Justitie en Financiën. Die ervaring is voor onze gemeente des te meer van waarde. Hans, het is al gezegd, je hebt maar liefst 41 andere kandidaten voor het burgemeesterschap van Ommen 18 gelaten. Dat zegt genoeg over jouw kwaliteiten. Mede namens de collega's wens ik je vooral heel veel plezier toe in het ambt van burgemeester. Dames en heren, bij het ambt van burgemeester hoort natuurlijk de ambtsketen. Het is mij dan ook een eer, Hans, om jou de ambtsketen van Ommen met het Wapen van Nederland en het Wapen van Ommen te overhandigen. Hij is opnieuw gepoetst. Ommen is klaar voor de toekomst. Ommen is klaar voor Hans Vromen. Van harte gefeliciteerd. Kijken of dit lukt. Ja.
Het is goed dat we even geoefend hebben. Ja. Dan kijk, deze die heeft een kuur. Ik zie de koppen al in de krant. Burgemeester van Ommen geketend. Na dit moment krijgen wij nu de toespraak door Annelies Bakelaar. Oh, hier staat een foutje. Hier staat Nestor. Je bent Nestrix. Van de Raad. En ik vraag u speciale aandacht, want volgens het programma worden er ludieke cadeaus overhandigd. Ik weet ook niet wat het is. Wij wachten af. Gaat er gang. Dank u wel, voorzitter. Geachte aanwezigen, lokale commissaris. Maar vooral beste burgemeester, beste Hans, beste Regien, Stijn en Wart. Welkom in Ommen namens de gemeenteraad. We zijn heel erg blij dat je hier bent. En welkom in Ommen, maar vanaf nu vandaag is het ook jouw mooie Ommen. We zijn heel erg blij met je nog een keer en we laten je ook niet meer zo snel gaan. Koos Schelen zei het daarnet ook al. Maar het allerbelangrijkste, we hopen dat jij en je gezin je hier ook welkom voelen. En dat jullie je ook snel thuis zullen voelen en de weg weten te vinden in deze mooie gemeente. Hans, je bent vorige week volop bijgepraat over de geschiedenis van Ommen. Daar gaan we zo meteen nog wat mee doen. En Ko zei het ook al. Dus ik hoef jou niet meer te vertellen dat Ommen sinds 1248, mensen, 1248, stadsrechten heeft en een echte Hansestad is. Stad Ommen met de schitterende kernen en de buurtschappen werden al genoemd. Ieder met een grote eigenheid en identiteit. En er is één ding wat ons allemaal bindt. En dat is namelijk onze liefde voor Ommen. Voor heel Ommen. En Ommen is een beleving elke dag opnieuw. Het is een sterk merk. Je zou denken dat we samen de speech gemaakt hebben, maar toch is het niet zo. Zowel regionaal, nationaal, maar ook internationaal. Want laten we niet vergeten de concours Hippiek die hier gebeuren, maar ook de Europese prijzen van de verschillende campings hier in deze mooie gemeente. En waarnemend burgemeester Bas Verkerk, hij zit daar achter, noemde het vorige week tijdens zijn afscheid al het mooie Nederland. Waar er nog tijd en plaats is voor het persoonlijke contact. Of, zoals hij dat zo mooi en vaak noemde tijdens vergaderingen, de boeren, burgers en de buitenlui. Want Ommen is mooi van buiten, maar vooral ook mooi van binnen. Vanuit onze krachtige cultuur die we samen maken, het echte nobberschap. En iets voor elkaar willen betekenen. Want het echte samenleven en het samenwerken, dat gebeurt hier. En als bestuur van Ommen zitten we midden in de samenleving. Daar vinden andere gemeentes zo af en toe nog wat van. Maar dat willen we graag zo houden. Want wij zijn wel de voelsprieten. En is dan alles roze geur en maneschijn? Nee, natuurlijk niet. Want ook wij hebben goede tijden, slechte tijden. De hekzit is al genoemd. Eén keer googlen en je hebt hem. Maar daar gaan we het nu niet over hebben vandaag. En Hans, klein is het nieuwe groot. Ommen is een voorbeeld van een zelfstandige, lerende en wendbare gemeente. We zijn uniek en we blijven zelfstandig. En vanuit die zelfstandigheid zijn wij de bruggenbouwers. Gericht op netwerken en gericht op samenwerken. We doen ons niet beter voor dan we zijn. We blijven onszelf. We zijn trots op Ommen en waar we nu staan. En er miste eigenlijk maar één ding de afgelopen jaren. En dat is een door de kroon benoemde burgemeester. Een burgervader die ons boegbeeld wil zijn. Een burgervader waar we letterlijk samen met vooral ook de inwoners verder kunnen bouwen aan een krachtig Ommen. En in jou, Hans, hebben we een burgemeester gevonden die in verbinding wil staan met de inwoners van Ommen. Een slimme, gedreven bestuurder, maar zeker ook iemand met lef. Je bent bestuurlijk ervaren, ook ervaren in het recht. En je weet dus ook wanneer iets bestuurlijk krom is. Hans, tijdens de gesprekken met de Vertrouwenscommissie liet je een sterke inhoudelijke visie zien. Maar je liet ook vooral jezelf zien en je was open over je gezinsleven. Over je zonen en hun opleidingen. En vooral het combineren van het zijn van burgemeester, maar ook echtgenoot en vader. Je hebt jezelf laten zien zoals je bent, een warme persoon. Je straalt rust en vertrouwen uit. Maar bovenal, je verstaat de kunst van het echt luisteren. Hans, je hebt de harten van ons als Vertrouwenscommissie al vrij snel voor je gewonnen. We hopen dat je vanaf vandaag nog meer harten voor je gaat winnen. Binnen en buiten Ommen ben je dan ook onze hartentroef. Het is niet zo dat het bedje voor je gespreid is. Er ligt nog heel veel werk. Maar dat vond je ook prima. En je houdt van een uitdaging.
En weet dat je een sterk college hebt wat achter je staat en ook een raad die achter je staat. We gaan het dan ook samen doen. Hans, je hebt al laten zien dat je een aanpakker bent en dat je ons ook uitnodigt om mee te doen. Want zo ben je begonnen om aan ieder individueel raadslid te vragen, kom maar op, neem er maar mee en laat mij om hem maar zien. Om zo dus een eerste kennismaking te hebben. En je bent al een paar keer incognito geweest in Ommen, heb ik zo begrepen. Dus je weet al iets meer dan je wellicht al wist, al wel. Je was natuurlijk in Zwolle, dus dat is ook het mooie Overijssel. Maar als voorloper op de 17 kennismakingstochten die je nog gaat krijgen van ons allemaal, en natuurlijk ook van de verschillende organisaties in onze mooie gemeente, willen we vandaag jou en je gezin, maar ook ons allen, interactief meenemen in ons mooie bruisende Ommen vanavond vanuit deze zaal. En dat gaan we dan ook nu doen. In het kader ook van die Quizmaster. Want dan dachten we, dat vind jij leuk, dat ga jij leuk vinden. Dus beste Hans, Regien, Stijn, Wart, collega-raadsleden aanwezigen in de zaal. We gaan samen kahoeten. Zegt het jullie iets? Nou, we gaan het gewoon doen met elkaar, dat gaat goed. Ik wil jullie uitnodigen om naar een site te gaan. Als jullie de mobiele telefoons willen pakken of de iPads erbij. Degene die mee willen doen in het publiek mag. Maar vooral ook de raadsleden natuurlijk ook, burgemeester Regien en de zonen. En dan gaan we naar www.kahoot.it. En als het goed is, zien jullie dan een pagina waar er gevraagd wordt om een pincode. Maar die komt dan zo. Ja, zo ziet hij eruit. Oh, wacht, is dat misschien handig? Dat zie je niet. Dat zie je niet vanaf die plek. Dat zie je niet. Lukt het een beetje, in ieder geval hier in de eerste ring, zal ik maar zeggen? Tweede ring? Ja? Goed. Dan ga ik nu daar plaatsnemen om te kijken of dat we ook de switch kunnen maken tussen mijn persoon en het scherm. Zou jij dat willen doen? Perfect. Want het is natuurlijk altijd leuk om even te testen onze alle kennis ook alweer van Ommen. En ik denk dat dat ons allemaal best goed afgaat. Maar ik had wel een aantal aha-momenten. Dus ik ben benieuwd of dat jullie die ook hebben. Ik ga kijken of dat hij het ook direct gaat doen. Ja. Als het goed is, krijgen jullie nu de code in beeld. Ja. 8741828. En je hoeft niet te zeggen wie je bent, dus je mag ook een fake name, dan weten we ook niet of dat je het wel of niet weet. Kijk, dat is een hele mooie score. Ja, zitten we er redelijk in, mensen? Van degenen die mee willen doen? Ja? Wie wil er nog meedoen en is nog bezig? De familie nog? De jongens? Stijn, Wart? Wat vaart dat ding dat ze er eerst in zitten, hè? Ja. Ja, is het gelukt, Stijn en Wart? Je doet met je broer mee, helemaal goed, joh. Dan gaan we beginnen, mensen. Let op, als je dus de vragen krijgt voor degenen die het nog niet gedaan hebben. Je hebt 20 tot 30 seconden de tijd om een antwoord te geven. En je hebt allemaal kleuren. Dus je hebt geel, groen, rood en blauw. En daar kun je op tikken. Maar het wijst zich vanzelf bij de eerste vraag. Hij loopt vast? Oh. Dat is nou spijt, hoor. Oh ja. We've lost connection. Ja,
zitten we echt te veel erop. Jongens, we gaan even wat anders proberen en anders dan gaan we even het zonder de Kahoot doen. Maar dan doen we het wel even met Hans. Het komt goed. Mag ik even vragen het publiek om even eruit te gaan, alsjeblieft? En dan gaan we het nog een keer allemaal even eruit. We gaan het nog één keer proberen. En de raadsleden even erin te blijven. Nou, daar gaan we weer. Er komt, ik weet niet of dat het een nieuwe code is. Ik heb het even niet bijgehouden, maar hetzelfde 8741828. Gaan we het eerst even met de binnenring proberen, jongens, want ik denk dat het netwerk overbelast raakt. Nee, nu mag je erin. Ja. Jongens, zit de eerste ring erin? Dan stel ik voor dat we gaan... Nee? Je naam is weg. We gaan toch... Jij zit erin. Zit jij erin? Jij zit er niet in? Moet je hem even opnieuw starten? Help even. Ja, dat is er. Ja, helemaal goed. Hans wordt even ondersteund om erin te komen, dan gaan we gewoon beginnen. Dan gaan we eens kijken of dat hij het nu aan kan. Ja, het is een leuk muziekje. Yes? Ja? Oeh. Zo. Jongens, we gaan starten. Doet hij het? Ja. In welk jaar kreeg Ommen de stadsrechten? En dan kun je dus een kleur kiezen. Eén kleur. Ja. Ah, kijk, meerderheid die weet het inderdaad.
12:48 was het, hè? Je ziet hier ook het vinkje staan. Gaan we naar de volgende. Welke berg staat op de foto? En dan bedoel ik berg en geen dalen. Ja, dat is heel goed. Hij moet een beetje geholpen worden, vind ik wel. Ja, heel goed, heel goed. Kijk, burgemeester gaat goed. Als dat ook de burgemeester is. Want dat weet je natuurlijk nooit met dit soort spelletjes. Nee, ik heb er niks van. Jij voel jij de burgemeester. Goed. Welke safaris kun je in Ommen doen? Nou, we kijken zo even naar de totaal. Welk buurtschap heeft sinds kort een buurtbus? Rini, niet voorzeggen, hè? Ja, lekker. Ja, heel goed. Filsteren was het. Eén keer per jaar zetten de boeren en de ommen zich gezamenlijk op de kaart. Wanneer is dat, jongens? Ja, ja, heel goed. Op de boerendag natuurlijk, tijdens de bissing. Wat ligt er sinds kort midden in de vecht? Het is wat ondiep. Ja, heel goed. Dat was Camping de Koekse Belt. Ik mis toch wel wat in dit lijstje. Ik weet niet of het jullie ook opvalt. Hoeveel erkende ANWB topcampings heeft Ommen? Het werd er net al even genoemd door de lokale commissaris. En er is er net eentje bijgekomen. Drie. Koekse Belt, Beerse Bulten en natuurlijk de Kleine Wolf, hè? Waar loopt het wolfvarken in Ommen? Heel goed, jongens. Vinkenbuurt.
moet eerlijk bekennen, ik moest hem ook even opzoeken. Ook? Ja, maar die stond er niet bij. Goed. Welke markt werd vroeger de Jennegiesmarkt genoemd? Leuk dat er zoveel verwarring is. Maar dat klopt deels. Kijk, Ommer Bissing was zo bekend. En dat heeft onze Harry Woerting natuurlijk ook zo beschreven op internet. Maar je zag wel meerdere markten natuurlijk die vanuit het vinden van een vriend of vriendinnetje. Want daar was de markt voor. Dus het zal allicht ook wel bij een Oud-Hollandse markt Lemelen wellicht zijn oorsprong hebben gehad. Maar goed, zo was die niet beschreven. Nee. En de laatste vraag, jongens. Nou ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd wie R&J is. Geef maar een hand. Dat zeggen we niet, daar corresponderen we niet over. Nou, in ieder geval hartelijk gefeliciteerd. Wij zijn de R&J. Kijk, ik hoor net uit betrouwbare bronnen dat R&J heel graag wil dat het cadeau naar Hans gaat. Dus bij deze doen wij dat dan ook. Hans. Het is al eerder gezegd, ontzettend veel plezier, samen ook met je gezin. En ik hoop dat we ook een hele mooie, inspirerende en natuurlijk ook een intensieve samenwerking met elkaar aangaan. Namens de gemeenteraad mag ik je aanbieden dat jij ook met je gezin en wellicht nog met anderen, maar dat gaan we samen bespreken, ook de regensafari gaat doen. Dat jullie ook heerlijk bij de vechtkok, de heer Drent, ook een lekker hapje gaan eten. En natuurlijk ook samen met de jongens een heel smakelijk ijsje gaat eten in Ommen. We noemen geen namen, dat mag niet als reclame. Maar we weten allemaal denk ik wel waar we de heerlijkste ijsjes zou kunnen eten in het centrum in ieder geval. Want de ijsboerderijen hebben we ook, maar dit is er echt een uit het centrum. Het is ook kerst. We hebben ook gezegd als raad van we willen echt vaart maken met de procedure. Dat is ons gelukkig ook gelukt. En voor ons ben je ook een kerstcadeautje. Toch wel. Dus we willen jou heel graag snel thuis hier laten voelen. En vandaar ook voor in de kerstboom, wellicht ook in Bodegraven nog, of hier. Bij deze het symbolische geschenk voor jou en je gezin. Annelies, bedankt voor je toespraak. Ik heb begrepen dat het ook een voorstel is voor de eerstvolgende raadsvergadering om op deze manier te besluiten. Ja, mooi, dan doen wij dat. We beginnen op tijd. Dankjewel voor de verzorgen van dit punt. Dan gaan we door naar het volgende programmapunt. En dat is toespraak van burgemeester Eddy Bilder. En dat Eddy Bilder is burgemeester van de gemeente Zwarte Waterland. Maar hij spreekt nu namens de burgemeesterskring. Mag ik je vragen naar voren te komen. Zoveel? Ja, het gaat goed. Kijk, als je geduld hebt. Meneer de voorzitter, bedankt voor de geboden gelegenheid. Plaatsvervangend commissaris, leden van de raad en heel in het bijzonder burgemeester Vrome. Fijn dat ik hier de gelegenheid krijg om het woord te voeren. Dat is best bijzonder. Normaal gesproken spreekt de burgemeester van Zwolle namens de burgemeesterskring.
Maar waarschijnlijk is ook daar gedacht dat in deze verzameling van loco's en waarnemers het goed was dat ook hij zich liet vervangen. Het blijft natuurlijk dan wel bijzonder dat je als de burgemeester van Zwolle niet kan uitkomt bij de gemeente Zwarte Waterland. Ik zou bijna zeggen de enige verklaring daarvoor is dat als je het alfabet in omgekeerde volgorde bewandelt, je dan Zwarte Waterland na Zwolle aantreft. Maar evenwel vind ik het fijn dat ik hier op dit moment mag staan. En dat is vooral ook gegeven het feit dat wij elkaar al geruime tijd geleden hebben leren kennen. Ik schat in dat het 1 jaar of 10 geleden is. Ik was toen lid van de Tweede Kamer. En ik hield mij onder andere bezig met gemeentelijke herindelingen. En... ja, ik had het thema natuurlijk nooit genoemd als het niet de waarheid was. Maar... ik kan u vertellen dat uw burgemeester daar ook ervaring mee heeft, want... hij was op dat moment politiek actief in de gemeente Bodegraven. En omdat de gemeente Bodegraven aan de vooravond van de herindeling stond met de gemeente Reewijk, kwam hij een aantal keren bij mij langs. En daar zijn wel een paar dingen die erbij opvallen. In de eerste plaats, hij kwam 's morgens vroeg langs. Als de kamer nog bijna uitgestorven was, dan kwam Hans Vrome langs. En we hebben een aantal keren met elkaar te praten over die herindeling. Maar wat hij ook daarmee heeft laten zien, en dat is toch ook wel een opsteker voor de gemeente Ommer, dat u een burgemeester heeft gekregen die de weg weet, de weg naar Den Haag, die een netwerk heeft en dat ook op de juiste momenten weet te benutten. Fijn om zeg maar nu weer bij elkaar te zijn. We hadden toen denk ik geen van tweeën de gedachte dat wij nog eens collega's van elkaar zouden worden. En al helemaal niet de gedachte dat wij collega's van elkaar zouden worden als burgemeester in met stip de mooiste provincie van Nederland. Want dat mag gezegd worden, ik denk dat het landelijk niet zo bekend is, maar uiteindelijk voor wie het weet, wie deze provincie kent en vooral ook wie de samenhang van de schoonheid van de provincie in combinatie met het aantrekkelijke karakter van de inwoners daarvan kent, komt niet tot een andere conclusie dan dat je hier moet zijn als je een goed leven wilt hebben. Ik ben ook zelf bijna 7 jaar geleden vanuit het Gelderse overgestoken naar de provincie Overijssel. En wat mij betreft ga ik hier nooit meer weg. Dus ook dat als opsteker, een goede keuze in een prachtige gemeente. Daar is al veel over gezegd. En ja, ik sta hier dan namens de burgemeesterskring. En ja, burgemeesterskring, niet iedereen weet dat. Soms hebben mensen wel eens vermoeden van gebeuren daar misschien dingen die niet kunnen. Nou, dat is niet zo, maar wij zijn vooral de plek waar je met je collega's bij elkaar kunt komen. En Overijssel bestaat uit 2 delen. Je hebt aan de ene kant Twente en aan de andere kant heb je Zwolle en de omgeving van Zwolle. En jij hebt het voorrecht dat je bij die burgemeesterskring mag gaan horen. Wij zijn met 12 gemeenten, 11 daarvan liggen in Overijssel. En ook vanuit het Gelderse doet de gemeente Hattem mee. En in die burgemeesterskring kun je eens een keer met elkaar van gedachten wisselen over zaken waar je wel mee rondloopt, waar je misschien vragen bij hebt, waar je eens over zou willen sparren en waar je op dat moment niet in het eigen huis mee uit de voeten kunt. Nou, dan zijn de collega's daar. Dat geldt zowel in het verband van die burgemeesterskring. Wij spreken regelmatig ook met elkaar wat beadviserend van hoe zou je met bepaalde situaties kunnen omgaan. Maar dat kan voor hetzelfde geld en daar zijn de 11 collega's ook toe beschikbaar. In een 1-op-1 situatie. Ik heb al gezegd, je bent een bevoorrecht mens dat je hier terecht bent gekomen. En ik hoop van harte, dat hoop ik ook voor de gemeente Ommen, dat deze verbintenis een soort lang en gelukkig huwelijk mag worden. Ik vertrouw er vast op dat jij, je vrouw en je zonen zich hier ook snel thuis zullen gaan voeren. Ik hoop ook dat dat echt gaat lukken. Je zult hier in elk geval nadrukkelijk in aanraking komen met het puur Overijsselse begrip noberschap. En dat is echt iets heel moois wat je eigenlijk bijna nergens zo fraai aanvindt als in deze contreien. Dus geniet daar ook van en ga daarin op. Ik wens je voor je verblijf al hier, op je werk, maar ook in privé, van harte veel heil en zegen toe. En ik hoop dat jullie allen ook heel goed mag gaan met de nieuwe burgemeester Vrome. Dankjewel. Ik zou het bijna vergeten, maar ik mag je namens de collega's een mand aanbieden met producten die uit de verschillende gemeenten afkomstig zijn. En de meeste collega's zijn ervan uitgegaan dat jij geen geheel onthouder bent.
Hans, ik zou het inderdaad maar wegzetten, want jij bent de volgende die ons mag toespreken. Ga je gang. Dames en heren, na al die woorden, ik zou er bescheiden van worden. En dat is toch niet mijn beste eigenschap, denk ik. Meneer de voorzitter, leden van de raad, meneer de commissaris van de Koning, mevrouw de kabinetchef, Regien, Stijn en Wart, dames en heren. Op donderdagavond 19 oktober om 8:55 ging de telefoon. Die telefoon lag al zo'n beetje een uur op het aanrecht. En ik stond er tegenover. Ik had mezelf al gebeld om te kijken of het geluid wel aanstond. Ik wilde in de keuken niet gestoord worden door de rest van het gezin. Stel je voor dat die telefoon zou gaan. Om 8:15 was ik de woonkamer nog even ingelopen om Regien te vertellen dat het nu toch echt wel spannend werd. Ze zouden er toch wel uit zijn? Misschien hadden ze een ander gebeld, waren ze me vergeten. En toen dat telefoontje. Annelies Bakelaar. Sinds dat telefoontje, dat niet langer dan 3 minuten heeft geduurd, is er veel veranderd. Eigenlijk is alles veranderd. Er is een heel nieuw perspectief voor mij, voor Regien, voor Stijn en voor Wart ontstaan. Zonder dat telefoontje zouden velen van u hier nu niet hebben gezeten. En anderen weer wel, maar dan met een andere burgemeester op deze plaats. Ik ben dankbaar voor dat telefoontje en het vertrouwen dat de gemeenteraad van Ommen mij heeft gegeven. Ik heb er veel zin in om aan het werk te gaan, om met u aan het werk te gaan, om het te mogen inzetten voor Ommen en de Ommenaren. Er is veel te doen in Ommen en sinds de afgelopen 14 dagen is er misschien nog wel meer te doen in Ommen. Er is werk aan de winkel. En als er werk aan de winkel is, komen bestuurders in beweging. Als het spannend wordt, is deze bestuurder in zijn element. Zoals de Ommense burgemeester die een koning aan hun neus voorbij is aangegaan. Ik wil u het volgende verhaal niet onthouden. In maart van het jaar 1809 maakte Lodewijk Napoleon een rondreis door Overijssel. In Ommen ging het gerucht dat de koning vanuit Zwolle naar Ommen zou reizen. De kanon van Ommen bevat de volgende beschrijving over het verloop. Helaas nam de koninklijke stoet niet de afslag naar Ommen, maar bleef het de Hessenweg volgen naar Hardenberg. Zo kon het gebeuren dat de koning de Vechtstad ongemerkt passeerde. De burgemeesters stuurden een bode naar Hardenberg om te horen hoe lang hij daar nog zou blijven. De bode berichtte de volgende morgen dat ze haast moesten maken als ze de koning nog wilden spreken. Onmiddellijk vertrokken 2 burgemeesters naar Hardenberg, maar ze visten achter het net. De koning was die ochtend zojuist vertrokken. De burgemeesters besloten de achtervolging in te zetten, haalden het gezelschap in en kregen hun felbegeerde onderhoud. Koning Lodewijk informeerde belangstellend naar de gesteldheid van Ommen en zijn inwoners. En bij het afscheid kregen de burgemeesters een bankbriefje ter waarde van 1000 gulden mee voor de armen in de stad. Ik denk dat het nog lang onrustig is geweest toen de burgemeesters terugkwamen. De tocht van de beide Ommense bestuurders die de achtervolging inzetten, vind ik een mooi beeld. Het laat zelfbewustzijn zien en ook het besef dat je kansen letterlijk niet moet laten lopen. Erachteraan dan maar, dat spreekt mij aan. Ommen heeft een geschiedenis op dit vlak. Zo treft u op het Vrijthof een sculptuur aan die is gemaakt door Kini Coppinga en die een eerbetoon vormt aan bisschop Otto III van Utrecht. Als Ommenaren waarderen we hem omdat hij op 25 augustus 1248 stadsrechten heeft gegeven aan onze stad en daarmee de basis heeft gelegd voor een actief burgerschap in Ommen. Ommen heeft zich ontwikkeld tot een zichzelf besturende stad. Een zelfbewuste gemeenschap, maar ook een gemeenschap waarvan de inwoners zich anno 2017 bewust zijn van het karakter van onze gemeente. Landelijk en gastvrij. Dit karakter vormt een belangrijke recreatieve en economische waarde. Ommen is een ondernemende gemeente
En de Ommenaren zijn ondernemende mensen. En dat zullen we de komende jaren alleen nog maar sterker maken met elkaar. Het oog hebben voor economische waarde, hoewel dat woord toen nog niet bestond, blijkt ook uit de Ommense deelname aan de Hanze. Het doel van dit verbond van handelaren en steden rond de Noordzee en de Oostzee was handel te beschermen en uit te breiden. Als u nu nog kijkt naar bijvoorbeeld Zwolle en Kampen, ziet u dat dit 14e eeuwse samenwerkingsproject zeer succesvol is geweest. Vanzelfsprekend mag ik in dit verband Deventer niet vergeten, de stad die Ommen in het Hanzeverbond heeft getrokken. De Hanzen zijn een mooi voorbeeld dat laat zien dat je door samenwerking veel kunt bereiken. Mijn korte historische beschouwing vormt de achtergrond waartegen ik de mentaliteit van Overijssel plaats. De mentaliteit van het Vechtdal en in het bijzonder die van Ommen, vanzelfsprekend. Een mentaliteit van aanpakken. Zelfbewust omgaan met veranderingen. Kansen pakken, ook samen kansen pakken. En een sterk besef van het behoud van de eigen identiteit. Voor Ommen vertaalt zich dit in het behoud van de zelfstandigheid van onze gemeente. Meneer de voorzitter, dames en heren. U begrijpt dat ik bij mijn installatie de recente ontwikkelingen rond de gemeenschappelijke bestuursdienst van Ommen en Hardenberg niet onbesproken kan laten. Dat wil ik ook niet. 5 jaar geleden is de bestuursdienst opgericht om te komen tot het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Het verminderen van de kwetsbaarheid van beide gemeentelijke organisaties en het verminderen van de kosten. Er is veel bereikt en er valt nog veel winst te behalen. Het is een schokkende ervaring voor de medewerkers van de bestuursdienst dat juist in de weken dat de bestuursdienst haar 5-jarig jubileum viert, het bericht komt dat onze partnergemeente Hardenberg uittreedt. Ik betreur de stap van onze partnergemeente en roep de collega's op dit besluit te heroverwegen. In de kern zie ik 2 overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit van onze partnergemeente. In de eerste plaats de verschillende wijze waarop de raden en colleges van onze gemeente zich tot de bestuursdienst verhouden. En in de tweede plaats de opvatting dat onze beide gemeenten verschillende maatschappelijke opgaven hebben. Mijn ervaring is dat elk gemeentebestuur zijn eigen cultuur en bestuurstijl kent. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat cultuur een niet in tijd vaststaand gegeven is. Het ontwikkelt zich en plooit zich naar nieuwe situaties, wijzigende opvattingen. En wordt bepaald door de wijze waarop mensen zich gedragen. Een cultuur ontwikkelt zich door nieuwe invloeden, het toetreden van nieuwe spelers of het vertrek daarvan. In dit verband heb ik als buitenstaander bij de Ommense Raad een herbeziening waargenomen op de wijze waarop hij zich verhoudt tot de bestuursdienst en daarmee onze ambtenaren. Ik heb veel waardering voor de wijze waarop mijn voorganger Bas Verkerk zich vanuit het college de afgelopen maand het vuur uit de sloffen heeft gelopen om gelden beschikbaar te krijgen voor de organisatieontwikkeling van de bestuursdienst. En daarbij heb ik er begrip voor dat de gemeenteraad vanuit een gegroeid besef van de eigen betrokkenheid gevraagd heeft om geïnformeerd te worden over de besteding van deze gelden. Vanuit deze betrokkenheid zou zich de komende jaren een nieuwe bestuursstijl kunnen ontwikkelen. Meneer de voorzitter, dames en heren, het is niet uit te sluiten dat de gemeente Ommen en Hardenberg voor zichzelf nieuwe en andere opgaven zien voor de komende jaren. Dat neemt niet weg dat onze Vechtdalgemeenten ook veel opgaven met elkaar delen. Maatschappelijke vraagstukken lopen immers over de gemeentegrenzen heen. Ik denk daarbij aan sociaal-economische vraagstukken, het sociaal domein, maar ook aan thema's op het terrein van recreatie en toerisme, de ontwikkeling van het agrarisch gebied en vraagstukken van verkeer en ontsluiting van Noordoost-Overijssel. En daarbij wil ik het thema van de veiligheid en openbare orde in het landelijk gebied, een gebied waar onze gemeenten beide zeer fortuinlijk mee bedeeld zijn, niet onbesproken laten. Zeker ook gezien de ontwikkelingen op het terrein van veiligheid en openbare orde in andere delen van ons land. Ik verwacht dat dit thema de komende jaren ook in onze gemeente toenemende aandacht zal vragen. Beste collega's, we hebben als partnergemeente de afgelopen 5 jaren veel bereikt samen en kunnen als partnergemeente veel samen doen. Laten we het kind niet met het badwater weggooien. Het voorgaande neemt niet weg
dat ik het als mijn eerste opdracht zie om op een zorgvuldige, zakelijke en professionele manier met het bestuur van onze partnergemeente het gesprek aan te gaan over de nu ontstaande situatie. Daarbij staan de belangen van onze inwoners en medewerkers centraal. Ik voel me zeer betrokken bij de medewerkers en ben mij er sterk van bewust dat zij een onzekere periode tegemoet gaan. Terwijl we tegelijkertijd van hen verwachten dat ze hun werk op een hoog niveau voor de inwoners van onze beide gemeenten blijven doen. Het is van belang zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over hun toekomst. Maar snelheid mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid. In het gesprek met het gemeentebestuur van Hardenberg zullen afspraken moeten worden gemaakt over de inrichting van de verdere samenwerking met elkaar. We blijven immers elkaars buren en hebben veel gemeenschappelijk, zoals ik al zei. Maar ook de vraag welke verplichtingen wij als gemeente Ommen en Hardenberg ten opzichte van elkaar hebben, zullen in de gesprekken expliciet aan de orde moeten komen. Meneer de voorzitter, vanzelfsprekend zal door uw gemeenteraad en het college van Ommen opnieuw moeten worden gekeken naar samenwerking met andere partners, de gemeenten in de regio en regionale samenwerkingsverbanden. We zullen daar als Ommense bestuurders met elkaar het gesprek over moeten aangaan, zodat wij als gezaghebbende regionale partner het beste kunnen doen voor onze inwoners. Daarbij ligt Ommen, het werd al gememoreerd, in het overgangsgebied tussen Salland en Twente. De afgelopen 2 jaar hebben we kennis gemaakt met de verschillen en overeenkomsten in de cultuur van beide delen van onze provincie. Een inspirerende gewaarwording. Graag ga ik op pad om koffie te drinken en het gesprek aan te gaan over samenwerking. Ik zie vanavond veel collega's uit de regio en ik verheug mij erop hen als partner te leren kennen. En te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Ik denk dat ik in mijn rondgang sta in een oude Ommense traditie. Meneer de voorzitter, dames en heren. Hiervoor ben ik vooral ingegaan op bestuurlijke thema's. Ik denk dat het niet anders kon, gezien de recente ontwikkelingen. Maar waar het mij als burgemeester en als mens echt om gaat, zijn de inwoners van onze gemeente. Als gemeenteraad en college zullen we steeds meer moeten investeren in samenwerking met maatschappelijke organisaties, ondernemers, verenigingen en inwoners van onze gemeente. Het bieden van ruimte aan onze inwoners om deel te nemen aan onze samenleving zie ik als een centrale opdracht voor het gemeentebestuur en voor mijzelf. Bijzondere aandacht verdienen daarbij inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend is om een weg te vinden in een steeds ingewikkelder wordende samenleving. Als lokaal bestuurder is voor mij de menselijke maat leidend. De lokale overheid is immers de meest nabije overheid. Mijn ervaring is dat mensen die zich gekend en erkend voelen, bereid zijn om zich in te zetten voor onze gemeenschap. Ieder op hun eigen plek en gebruikmakend van eigen talenten en ambities. Het geeft mij veel energie om mensen zich daarin te zien ontwikkelen. Het motiveert mij. Wij als gemeentebestuurders, zoals wij hier om deze tafel zitten, hebben anno 2017 immers niet alleen een normstellende taak, maar zeker ook een stimulerende en enthousiasmerende taak. Ik zal me inzetten om u als Ommer en Ommenaar, maar ook als mens te leren kennen. Zodat wij vanuit het elkaar leren kennen, samen kunnen werken aan een vitale Ommense gemeenschap. Meneer de voorzitter, de kans dat deze burgemeester van de koning een bankbriefje van 1000 gulden krijgt, is niet meer zo groot. Daarvoor zijn de bestuurlijke verhoudingen in ons land de afgelopen 200 jaar te ingrijpend gewijzigd. En misschien is dat maar beter ook. Dat neemt niet weg dat de mentaliteit van de Ommense burgemeesters uit 1809 mij zeer aanspreekt. Erachteraan dan maar. Deze burgemeester gaat met u aan de slag. Met en voor de Ommense samenleving. Meneer de voorzitter, dames en heren. Er zijn heel veel mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat ik hier vanavond sta. Ik ben deze toespraak al begonnen met het bedanken van u als raad. Ik vind het ook fijn vele anderen hier vanavond te zien. Mensen die mij gestimuleerd en geïnspireerd hebben. Die met mij hebben meegedacht om mijn jongensdroom waar te maken.
Mensen die mij het vertrouwen hebben gegeven, zodat ik mij in verschillende bestuurlijke rollen kon ontwikkelen. Fijn om velen van jullie hier te zien. Ik ben dankbaar voor de familie en vrienden die al heel lang met mij oplopen en die hier vanavond zijn. Voor Rob en Marjan en hun gezinnen. Maar mijn grootste dank gaat uit naar jou, Regien. Naar jou en onze jongens. Meneer de voorzitter, ik geef u graag het woord terug. Hans, heel hartelijk bedankt voor jouw indrukwekkende en inspirerende reden. We zullen die zeker nog eens doordenken. Het volgende punt op het programma is de al eerder genoemde korte toespraak van de waarnemend voorzitter en de overhandiging van de voorzittershamer, want dat attribuut heeft onze nieuwe burgemeester nog niet. Gelet op de tijd en efficiënt als ik wil zijn, had ik maar gedacht om die twee onderdelen te combineren. En ik wil jou vragen, Hans, om met mij mee te gaan naar het midden van de arena, waar wij het volgende punt af zullen werken. Uiteindelijk. Ik wil niet zo flauw zijn door te zeggen, want dat heb ik zo vaak gehoord gelezen. Hier komt de man met de hamer en zo. Dat is niet leuk, dat zeg ik dus niet. Wat ik wel wil zeggen, dat ik je graag namens de raad deze voorzittershamer overhandig. Er wordt in de praktijk niet veel gebruikt om te gooien, maar hoogstens een bescheiden tikje om iets te onderstrepen. Het is ook een aanwijzing dat jij dus nu ook de voorzitter van de raad bent. Heel hartelijk dank en wees welkom. Ik zal je niet feliciteren, dat doe ik persoonlijk zo dadelijk. Ik wens je wel namens de raad kracht toe om deze belangrijke taak naar behoren te vervullen. Mag ik jou tenslotte jouw plaats wijzen? Ik verzoek je mee te gaan en als je daar zit, dan zie je, en ook daarover heb ik geen overleg gepleegd met onze districts, nee. Dan zie je de raad voor je zitten. Weet dat de raad ook achter je staat. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Dat heb ik nog wel even gehoord om de huishoudelijke opmerking te maken. Ja, weet ik, ja. Dit is wel heel praktisch, dames en heren. Dames en heren, daarmee komt een einde aan deze vergadering. Ik dank u voor uw komst, uw aanwezigheid. En nadat ik een kleine tik heb gegeven op deze desk waarmee de vergadering besloten is, vraag ik u toch om even nog te blijven zitten. Omdat de waarnemend voorzitter nog enkele huishoudelijke mededelingen heeft. Dank u wel. Je merkt, Hans, het gaat best. De huishoudelijke mededeling houdt het volgende in. Dat de familie Vrome zo dadelijk als eerste naar boven in de hal geleid zal worden. Ik verzoek ook de lokale commissaris en de plaatsvangend kabinetschef mee te gaan. Waarna ook graag de raadsleden en de overige genodigden volgen. Zodat we boven de heer Hans Vrome kunnen feliciteren.